Sport is niet alleen een activiteit. Er zitten veel businessbranches achter, zoals retail, groothandel, etc. Bijvoorbeeld winkels en stations zijn B2C, business to consumer. Maar de bedrijven die eraan leveren zijn B2B, business to business. B2B houdt in dat bedrijven zaken doen met bedrijven. B2C is bedrijven met consumenten. In B2C kun je diensten of producten kopen. Een voorbeeld hiervan is dat je in de supermarkt producten kunt kopen, maar bij een schilder koop je een dienst. Wat is jouw plaats in het bedrijf, Klom? Ik ben directeur-eigenaar van Martijn Glas. Een glasgroothandel in het zuiden van het land. En we houden ons voornamelijk bezig met inkoop en verkoop. Oké. Kun je ons iets uitleggen over jullie import en export? Ja, kort maar krachtig. Wij importeren heel veel vanuit de EU. En we exporteren het eigenlijk over heel de wereld. Dus overal waar onze klanten komen, gaan wij met ze mee, met het product glas. Wat is de bedrijfscultuur hier in jullie bedrijf? De bedrijfscultuur die we hier hanteren, dat is eigenlijk een no-nonsense verhaal. Zeggen waar het op staat. Doe wat je zegt en zeg ook gelijk wat je doet. Iedereen is hier in de basis gelijk. Ik mag dan de dagelijkse leiding over het bedrijf hebben, maar in principe heeft iedereen hier wel wat te vertellen. Een heel amicaal bedrijf, denk ik, laagdrempelig. En waarin ieder zijn plaats heeft genomen. U ziet hier een organigram van Martijn Glas. Bovenaan staat de leidinggevende en onder hem degene aan wie hij leiding geeft. Dit gaat zo het hele organigram door. Er zijn twee soorten bedrijven, productie- en handelsbedrijven. De naam zegt het al. Productiebedrijf produceren en handelsbedrijven handelen. Tussen bedrijven zijn er ook verschillende bedrijfsvormen. Voorbeelden hiervan zijn naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma. Bedrijven hebben ook een missie en een visie. Een missie is iets waar je van uitgaat dat het gaat lukken. En een visie is een toekomstdoel. In de B2B zijn er belangrijke punten. Twee van zijn sales en marketing. Hierin zitten verschillen, maar ook overeenkomsten. Ze werken bijvoorbeeld allebei met doelgroepen. Een verschil tussen deze twee is dat bij marketing alleen maar aan gedacht wordt om behoeftes van de consument te vervullen. Bij sales is het puur streven naar de verkoop. Voor succes in de B2B-wereld heb je een gefocuste houding nodig. Op alles letten waar je wordt verteld. Je moet ook de goede kleding hebben. Dus geen trainingspak of gescheurde broeken. Een driedelig pak is de norm. Net zoals ze op school zeggen dat petjes en trainingspakken niet mogen. Zo ziet ook een schooldag eruit. Van 8:30 tot 3:15. Horen geen petjes op. Voor de B2B-wereld zijn er veel opleidingen. Junior accountmanager om medewerker buiten dienst te worden. Vestigingmanager groothandel kun je veel richtingen mee in. Doet het bedrijf ook aan duurzaam ondernemen? Zo ja, hoe dan? Jazeker, wij zijn een vlakglas recyclepunt. Dat wil zeggen dat we een inzamelpunt zijn voor gebruikt glas. Dus wat de schilders en kozijnfabrikanten uit de kozijnen halen, mogen ze hier kosteloos storten. En gaat van tijd tot tijd weer terug naar de oven, wordt weer gerecycled tot nieuw glas. Vandaar dat wij een duurzame onderneming leiden. En wat zijn de meest voorkomende functies in het bedrijf? De meest voorkomende functies in mijn bedrijf zijn toch de commerciële functies. Omdat wij een handelsbedrijf zijn, gaat het voornamelijk om inkoop en verkoop. Dus heb jij mensen nodig die commercieel ingesteld zijn, goed met klanten om kunnen gaan en handel kunnen drijven. En hoe wordt gecommuniceerd binnen deze organisatie? Veelal face-to-face, maar ook telefonisch. En tegenwoordig gaat bijna alles wel per mail en WhatsApp en dergelijke. Dus dat neemt steeds een serieuze vorm aan. En dan nog de laatste vraag. Hoe wordt je succesvol in de B2B-wereld? Ik denk dat het gaat over een heel groot, breed netwerk. Dat jij echt contact moet hebben met jouw relaties. Dat je ze eigenlijk door en door moet kennen. En natuurlijk moet je niet bang zijn om te werken en veel uren maken. Zoals jullie zien is de B2B-wereld een stuk uitgebreider dan jullie zouden denken. En ik hoop dat jullie heel veel geleerd hebben van dit filmpje. Tot de volgende keer.